Golden Avenue gaat aanstonds proberen afstand te nemen van de rest van het gezelschap. Common Scott op de tweede plaats. Daarachter volgt dan Koos Wageman. Die probeert passage aan de reling te krijgen. Verder weg in het veld Early Ricardo zoekt een versnelling. Aan de wijde buitenzijde komt naar voren Bravo Westerboe. En zo zijn we dan in de laatste 250 meter. Met nog altijd Golden Avenue en Common Scott. De twee stalgenoten vechten het uit vooralsnog. Golden Avenue heeft een driekwart lengte voorsprong. Aan de buitenzijde komt dan Common Scott. Zo gaan we richting finish. Common Scott erop en erover. Common Scott, Golden Avenue. Daarachter dan Early Ricardo en Koos Wageman. Sandra, groen licht. Je mag huldigen de winnaars. Common Scott en John de Leeuw. Ze gingen rond in 1:24.3. Dank je, Martin. Gefeliciteerd, John. Dank je wel. Ja, heel uitgekiend gereden, moet ik zeggen. Ja, nou ja, goed. Maar de favoriet van de koers lag aan de kop. Ja, een mooiere gangmaker kan je niet hebben. En ik kreeg hem heel mooi tot uit de laatste hoek. Er kwam niks meer naast. Dus ik kon eigenlijk heel lang blijven zitten. Ja, en dan heeft hij gewoon een stukje speed, ja. En dan, ik had niet verwacht dat ik er overheen zou lopen. Maar het is toch gelukt. Ja, ze hadden zelf aangegeven dat er wat langere afstand misschien een probleem zou zijn. Ja, een probleem is het niet als je tweede wordt. Maar dat scheelt misschien net, hè, die extra meter. Ja, dat is waar. Kijk, je krijgt hem nu ook heel mooi. Je kan hem lekker op een ruggetje rijden. Je hoeft geen gaatje dicht te rijden. Je wordt eigenlijk meegenomen in het juiste wiel, hè. Nou ja, hij maakt het gewoon heel goed af. Weet je wat ze net ook zeiden over je hier, de eigenaar? Ja, maar hij is ook een hele goede rijder. Ja. Nou, dat is alleen maar leuk om te horen. Ik kom hier net van de bar vandaan en ik heb een ontzettende, hele, hele gezellige middag. En ik zat net te praten. Ik zeg, die gaan we spelen. En niet alleen voor het paard, maar ook voor John de Leeuw. Want het is een unicum waar hij achter kruipt hij achter. Hij wint meestal, wint hij altijd. En daarom wil ik jou hier eventjes feliciteren. Dankjewel, Flip. Nou, mooier kunnen we het niet afsluiten. We kunnen gaan huldigen. En rechtsom, daar komt hij. Common Scott. Paarden zijn gestart voor de laatste koers. Uiteraard begint Bravo Westerboe als laatste aan het karwei. En de galoppade voor VIP Speed. En dat brengt de twee stalgenoten naast elkaar. Het twee na laatste is Early Ricardo. Intussen maakt een galoppade op dit moment Albert H. Maar die staat er alweer voor. Maar die ligt nu ook in de achterste regionen. Zodat we eigenlijk twee clustertjes hebben. De koppositie is voor Golden Avenue. Dat mag niet vreemd genoemd worden. Common Scott ligt op de tweede plaats. En Koos Wageman ligt in derde positie. Dat zijn op dit moment de drie best geplaatste paarden. De vierde plaats is dan voor Bruno Lanzarote. En achter deze paarden is het aan de buitenzijde VIP Speed die weer een plaats goed maakt. En toch weer naar de frontrank komt. Aan de start van het veld Albert H. en het gezelschap van Bravo Vesteboe. En daarvoor ligt nog Bruno Lanzarote, zoals gezegd met Early Ricardo. De paarden komen dan de landscheiding door, gaan zo dadelijk op weg naar de rechte lijn voor de tribune. En het Crebas duo ligt nog altijd voorop. Zijn de Golden Avenue en Common Scott. Die brengen de deelnemers de rechte lijn voor de tribune in. Dicht daarbij ligt dan ook VIP Speed. Paarden hebben 600 meter af te leggen tot de finish. En dan nog een volle ronde van de grasmijl van Duindicht af te leggen. Een compact veld ligt nu dicht bij elkaar dus. Maar nog altijd aan de staart van het veld Bravo Westerboe. Maar deze compact
compact cluster wordt aangevoerd door Golden Avenue. Golden Avenue leidt met een lengtevoorsprong op Common Scott. VIP Speed ligt in derde positie. Vierde aan de binnenzijde is het Koos Wageman. Daarachter dan Early Ricardo met Bruno Lanzarote. En die wordt dan gevolgd door Bravo Westerboe. En laatste van het pelotonnetje is Albert H. En in die volgorde gaan de paarden dan richting finish. Met nog een volle ronde van de grasmat op Duindicht af te leggen. Het heilige gras hier op Duindicht. En dat wordt als aangevoerd dit veldje door de nummer 2 Golden Avenue. Die bepaalt nog altijd de tempo, slaat de maat en heeft de lengte voorsprong op Common Scott. Daarachter op de derde plaats aan de binnenkant Koos Wageman. Geflankeerd door VIP Speed met verderweg Early Ricardo, Bruno Lanzarote, Bravo Westerboe en laatste is Albert H. En zo zijn we dan aan de overzijde van de baan en gaan de paarden dan over het zandpad. We gaan kijken hoe dat voor de diverse deelnemers verloopt. Allemaal goed eroverheen. Het is een soort Grand National met Golden Avenue. Nog altijd als koploper en Common Scott dichterbij met VIP Speed. Dichterbij Koos Wageman, Early Ricardo. Daarachter is het Bravo Westerboe. Daarachter Bruno Lanzarote. En laatste van het peloton is Albert H. Als de deelnemers dan einde overzijde komen, de laatste bocht gaan naderen. En Golden Avenue eigenlijk iedere meter van de koers heeft gedicteerd. Ook iedere meter van de koers ligt Common Scott in tweede positie. VIP Speed is nog altijd derde, ligt aan de buitenkant van Koos Wageman, dan Early Ricardo met Bruno Lanzarote, Bravo Westerboe en laatste van het peloton is Albert H. Zo draaien we dan nu de laatste bocht ook effectief in. Golden Avenue, nog altijd een lengtevoorsprong op Common Scott. En aan de buitenzijde VIP Speed. Daarachter ligt dan Koos Wageman met Early Ricardo. Aan de buitenzijde komt ook Bravo Westerboe nu wat naar voren. Daarachter is het Bruno Lanzarote en Albert Hazer hadden Taylor en Charlie. En zo is de laatste rechte lijn bereikt. En hebben we nog 600 meter koers in de Hugo Kampsprijs, de afsluiter van vandaag. Met nog altijd Golden Avenue die het tempo bepaalt. Golden Avenue gaat aanstonds proberen afstand te nemen van de rest van het gezelschap. Common Scott op de tweede plaats. Daarachter volgt dan Koos Wageman. Die probeert passage aan de reling te krijgen. Verderweg in het veld Early Ricardo zoekt een versnelling. Aan de wijde buitenzijde komt naar voren Bravo Westerboe. En zo zijn we dan in de laatste 250 meter. Met nog altijd Golden Avenue en Common Scott. De twee stalgenoten vechten het uit vooralsnog. Golden Avenue heeft een driekwart lengte voorsprong. Aan de buitenzijde komt dan Common Scott. Zo gaan we richting finish. Common Scott erop en erover. Common Scott, Golden Avenue. Daarachter dan Early Ricardo en Koos Wageman.